Art Rooijakkers. Terwijl de reisbranche wil groeien en wij massaal op vakantie willen, moet Schiphol krimpen. Dat is niet het enige probleem waar de luchtvaartsector mee kampt. Personeelstekort en een gebrek aan vliegtuigen zorgen ook regelmatig voor het uitvallen van vluchten. En bovendien moeten we toe naar een CO2-neutrale luchtvaart in 2050. Aan BNR's Big Five van de luchtvaart van de toekomst ga ik in gesprek met vier kopstukken uit de luchtvaartsector. Vandaag de gast Frank Oosdam. Hij is directeur van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen, de ANVR. Ook voorzitter van de ECTAA, dat is de Europese Vereniging van Reisagenten en Touroperatorsverenigingen. Welkom. Hallo. Voordat we het gaan hebben over de krimp van Schiphol, wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst, klimaatneutraal vliegen. Is dat nou toekomstmuziek of een wensdroom? Dat is toekomstmuziek, dat is zeker geen wensdroom. En ik ben ervan overtuigd dat we er uiteindelijk 2050, 2070 gaan komen. Dus in 2050, 2070 gaan we klimaatneutraal kunnen vliegen? Ja hoor. Dat betekent niet dat er geen uitstoot is, maar dat het gecompenseerd wordt volgens mij. Ja, dat je uitstoot reduceert, maar dat je klimaatneutraal kan vliegen. Ja, ik geloof heilig in de innovatieve kracht van luchtvaart. Dus dat gaat er komen. Want op dit moment zijn die innovaties er nog niet. Nee, die zijn er zeker. En er wordt nu ook door alle transitiediscussies natuurlijk heftig aan gewerkt. Maar je moet ook kijken naar, als je kijkt nu naar de extrapolaties van de stromen reizigers die op gang gaan komen, de jaren, net ook komende decennia. Ja, daarbij wordt een handbeweging omhoog gemaakt. Ja, toenemen. Ja, dat is 3-4%, zegt IATA, de overkoepelende luchtvaartassociatie. 3-4% groei per jaar. Ja, dat gaat wel heel erg hard. Dus om dat met innovaties bij te houden, dat is een lastig. En dat stelt ook meteen de uitdaging voor de reis- en de luchtvaartsector. Het is moeilijk daaraan te voldoen. Om in ieder geval zoveel te kunnen innoveren dat je er de komende decennia bij kan houden. Uiteindelijk gaan we er komen. Daar ben ik van overtuigd. Hoe gaat de zomervakantie eruit zien bij de familie Oosdam? De zomervakantie. De tweede vraag. De zomervakantie. We weten het eigenlijk nog niet. Ik ben een beetje standaard vakantie. We weten het nog niet. Ik denk, we twijfelen tussen Zweden of Wales en Zuidwest-Engeland. Ja. Beetje afhankelijk van het weer hier. Als het hier heel erg warm gaat worden, dan misschien naar Wales. En anders gaan we naar het mooie Zweden. Ja. En dan met het vliegtuig of met de auto? Dan gaan we met de auto. En kamperen. Wij zijn kampeerders. Dus duurzaam is dat helemaal goed. Ja. En is dat die duurzaamheid dan ingegeven door je werk of door de familie? Nee, dat is een soort intrinsieke motivatie. Kinderen spelen een rol bij, maar natuurlijk ook door het werk. Daar word je zo vaak geconfronteerd met de noodzaak dat we met elkaar duurzamer moeten gaan reizen. Mm-hmm. Ja, daar krijg je een tik privé ook van mee. Ja. Laten we het eens hebben over de toekomst van de luchtvaart. Want dat gaan we het komende uur samen proberen af te pellen. Hoe dat eruit kan gaan zien. Maar als ik het op de man afvraag. Als we nou eens een beeld schetsen van de luchtvaart. Ons vlieggedrag in 2035. Ja, dan is vliegen een flink stuk duurder geworden. Dan hebben we als consumenten veel meer keuze tussen vormen van mobiliteit. Dan is de trein ook een veel concurrerender concurrentiemiddel, vervoersmiddel geworden. En dat vind ik ook wel belangrijk, dan zit duurzaamheid ook veel meer in de mindset van ons als consumenten. Maar nu is het toch echt wel vaak, wat de Engelsen zeggen, een soort value action gap. Met andere woorden, er is een verschil tussen zeggen en doen. Het allemaal heel belangrijk? Nou, we vinden het als burger hartstikke belangrijk. Maar we willen ook op vakantie met vliegtuigen. Maar we willen ook met vakantie en we willen ook gaan reizen. Dus de buurman moet maar thuis blijven. Ja, dan is het vaak van dat duurzaamheid belangrijk, maar tijdens de vakantie dan moet de buurman maar even doen. En daar gaan we in 2035, wordt het toch wel veel belangrijker. Ja, dus aan de ene kant gaat het duurder worden, daar gaan we het over hebben. Aan de andere kant komt er meer bewustzijn, zeg je, en er komt meer keuze. We gaan het overal over hebben. Mooi. Nog even nu in beeld brengen hoeveel procent van de reizen die door jullie leden, dat zijn allemaal reisbedrijven, worden aangeboden zijn vliegreizen? Nou, ik denk grofweg een derde. Een derde? Ja. Ja. En hoeveel procent van die vliegreizen vertrekt vanaf Schiphol? Dat is een hele goeie. Ik zou zeggen 80%, maar dat is een beetje slag in de lucht, hoor. Maar groot gebruiker op Schiphol zijn jullie, hè? Ja. Dan kunnen we meteen naar die krimp kijken, want minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat kondigde juni vorig jaar aan het aantal vluchtbewegingen op Schiphol te verlagen. Ja. Van 500.000 naar 400.000. Ja. Geluidsoverlast kon zo omlaag, uitstoot van schadelijke stoffen kon beperkt worden. Wat dachten jullie toen bij de ANVR? Dat vonden wij een slecht plan. Oh. Niet omdat we niet dat duurzamer reizen, want duurzaam reizen bestaan niet, maar duurzame reizen niet belangrijk vinden. Maar meer vanwege die beetje domme krimp om de krimp gedachte. Kijk, wat is belangrijk? Belangrijk is dat je komt tot een reductie van geluid en van andere emissies. En met name geluid speelt nu op Schiphol natuurlijk een belangrijke rol. Ja, volgens mij moet je dan dat als doel nemen.
nemen. En niet zomaar wat aantallen gaan roepen. Maar ja, dus met mijn boerenverstand denk ik, als je 20% minder vliegbeweging hebt, dan heb je ook minder overlast. Nee, toch? Maar je kan het ook andersom redeneren. Als je een doel stelt, je wil 20% minder geluid hebben op Schiphol, dan stel je die eis, die ambitie richting luchtvaart. En dan moet luchtvaart innoveren, waar we het over hadden, om aan die geluidsdoelstellingen te voldoen. Ja, maar als er nou iets de afgelopen jaren is gebleken, je hebt niet voor niks het werkwoord Schiphollen, dan als je het op geluidsoverlast gaat sturen, dan worden allerlei ingewikkelde berekeningen gemaakt, en netto is het resultaat van mensen die er wonen, dat het nog steeds een enorme bak herrie is. Nee, het is zonder klaar. Daarom zeggen wij ook, wij zijn ook niet tegen extra maatregelen. Waarom is het een slecht plan om het vliegbewegingen te verminderen? Nou, dan is het een slecht plan om vliegbewegingen te voorkomen, omdat je het ook op een andere manier kunt doen. Doel is dat je geluid reduceert. Nou, dan hoef je niet zomaar te roepen dat je, zeg maar, die absolute aantallen te noemen. Misschien is uiteindelijk de consequentie wel van het stellen van normen dat we uiteindelijk op die krimp uitkomen. Maar dat is dan de, zou ik bijna zeggen, de koninklijke weg. Zo zou het dan moeten. Niet bijvoorbeeld al zeggen, we willen 440.000 vliegbewegingen en het dan daarbij laten. Zo is de lomp. Dat is te lomp. Ja, dat is gewoon niet slim. Stel eisen aan die luchtvaart. Die luchtvaart moet ervoor zorgen dat het geluid reduceert. Dat wordt trouwens ook al de afgelopen decennia gebeurd. Het al, hè? Ja, niet alleen geluid, ook schadelijke stoffen. Ook schadelijke stoffen. Elk jaar worden vliegtuigen 1,5% tot 1,5% efficiënter qua emissies en qua brandstof. Stel eisen aan die luchtvaart. Die luchtvaart die is innovatief, die is daarmee bezig. Er wordt nu ook aan alle kanten vanuit die luchtvaartsector gedacht over manieren om te voldoen aan de eisen van Harbors. Maar niet door een lompe uitspraak, een lompe ambitie van 500 naar 440. Dus die krimp van Schiphol moet van tafel, vinden jullie? Nou, dat is een beetje wensdenken. Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Maar het zou wel jullie wens maar zijn. Ik zou, en niet alleen de reissector, maar ook de luchtvaartsector, zou dat ook veel beter zijn. Stel eisen aan de luchtvaart ten aanzien van het reduceren van geluid in eerste instantie, maar ook ten aanzien van allerlei andere emissies. En vervolgens hangt daar een aantal aan. Dat is de weg. En niet bijvoorbeeld het aantal centraal stellen. Nee, het is, op korte termijn is het van tafel, hè, want er kwam een rechtszaak van KLM en andere luchtvaartmaatschappijen. Ja. Op lange termijn blijft die krimp wel mogelijk. Dat gaat er dus ook komen. Nou, op lange termijn, de balanced approach heet die benadering. Dus het kabinet moet eerst allerlei andere maatregelen onderzoeken voordat ze überhaupt kunnen komen tot die krimp. Nou, dat is het kabinet nu aan het doen. De luchtvaartsector, een aantal hebben succesvol een kort geding aangespannen. Zijn jullie dan aan het lobbyen in Den Haag als ANVR zijn om te zeggen, doe dit nou niet? Nee, als ANVR. Kijk, we zijn als ANVR natuurlijk, we zijn reisorganisaties, wij zijn gebruikers, we zijn klanten eigenlijk. Ja, van grote gebruikers zijn we net al samen geconcludeerd. Ja. Dus we doen het aan de zijlijn, maar dat wordt met name vanuit de luchtvaart natuurlijk behoorlijk gesproken. Ja. Maar er wordt ook hard achter de schermen gewerkt aan een nieuw plan, te kijken of we niet met een soort alternatief kunnen komen voor de plannen van Harbers. Hoe zou dat eruit kunnen zien, zo'n alternatief plan? Nou ja, daar ben ik dus niet nauw bij betrokken. Maar wat hoor je in de wandelgangen? Nou, dan hoor je inderdaad dat er best goede plannen zijn. Maar uiteindelijk, dat zijn geen hemelbestormende nieuwe ideeën. Maar als je allerlei kleine maatregelen met elkaar combineert, kan je ook tot hetzelfde doel komen, namelijk tot een reducering van geluid. En dan kom je de omwonenden kom je tegemoet. En je voorkomt misschien een krimp van Schiphol. Ja, maar dit zegt volgens mij de sector al 30 jaar, dit verhaal. Ja. Als we met wat kleine aanpassingen her en der, een andere berekening, zus en zo, dan komt het ook goed. Maar ik vind ook wel dat we aan de lat staan. Ik vind ook wel dat de luchtvaartsector, met name de luchtvaartsector, heel erg terughoudend is geweest, wat afwachtend is geweest, misschien ook een beetje arrogant is geweest, om de discussie een beetje op zich te laten afkomen. En ja, dat is gewoon ook door corona versneld. Is die discussie zeker ook in Nederland naar voren gekomen. En er wordt nu alles in het werk gezet om te voorkomen dat we dadelijk, ja, in ieder geval te stimuleren dat we dadelijk in ieder geval iets duurzamer kunnen gaan vliegen. En het is natuurlijk onzin om te veronderstellen, wat je wel eens, zeker als je te veel op social media kijkt, dat we moeten stoppen met vliegen. Hè. Dat is ook onzin. We moeten het misschien alleen een beetje minder doen. En een beetje slimmer gaan doen. En een beetje efficiënter gaan doen. Dat wel. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.